36 seconden voor dit duo en dan wordt het lastig. Calzati en Brusseguin. Voorsprong 36 seconden, half minuutje. Peloton valt hen dus zometeen in principe op de nek en dat doet altijd pijn. Uitslag uit de vredeskoers is binnen. Lucien van Impe heeft ons die doorgebeld, de bergkoning van 2,83 en massasprint daar vandaag gewonnen door Danilo Hondo. Dat is zijn eerste zege sinds zijn rentrée in het peloton. En na 4 of 5 tweede plaatsen, denk ik. Gontjar vooral in Neder-Saxen. Inderdaad, achter Petacchi, die daar alles won. Alle ritten en het eindklassement. Atje Petacchi. Zo noemde Art Vierhouten de Petacchi vroeger. Amon. Dit is de aankomststrook. U ziet het, redelijk rechtlijnig. De laatste 250 meter gaan netjes rechtdoor en zijn minder stijl. Het stuk dat u ziet is 6%. En we zijn nog maar een week bezig met de Giro en ik heb ondertussen al alle Italianen persoonlijk op televisie gezien. En dat zijn er heel wat. 60 miljoen, 70 miljoen? Het komen er alle dagen bij, heb ik mij laten vertellen. CSC met een paar mannetjes voor in het peloton om Basso naar voren te loodsen. En nog altijd twee man, Brusseguin en Calzati. Voorlopig zonder bijkomend gezelschap. Calzati die is met, die heeft al twee rondes in de benen toen hij naar de Giro kwam. Met 35 koersdagen aan deze ronde van Italië begonnen. Calzati, dat is niet de eerste de beste hoor. Hij heeft ooit nog de Ronde van de Toekomst gewonnen in 2004. We zien daar ondertussen Nierman en Co. ingerekend worden door de voorwacht van het peloton. Door de brigade van Simoni. We zien Savoldelli uitstekend geplaatst zitten. We zien ook Cunego. We zien Sella. Daar zitten de man van Panaria met Mazzanti in de buurt die gisteren heel knap derde werd. Garate ook. We zien Di Luca naast de Spaanse kampioen. Roze trui Gonchar. Links in beeld Bettini zit er ook nog bij. Na zijn snipperdag van gisteren, want zo moeten we dat noemen. Heeft hij geprobeerd in de aanval. Hij heeft geprobeerd, hè. En op het moment dat hij zag dat het niet ging, dan zeg je inderdaad, de rest van de dag wordt het een snipperdag. Brusseguin niet van plan om de strijdbijl te begraven. Calzati heeft nog niet veel kunnen overnemen. En kijk naar dat uitgedunde peloton. Een gevolg dus van de valpartij en ook het hoge tempo uiteraard. Zeer steile bocht hier. En het is begin, er wordt heel hard op gereden. Dat gaat later ook nog deelnemers kosten. Ik bedoel niet dat ze gaan opgeven, maar dat ze er wel niet meer vooraan gaan aanhangen. Dus nog eens zeggen, die eerste kilometers van de Passo Lanciano, bijzonder steil. Er komt een piek van 13% in de tweede kilometer en het gemiddelde van die tweede kilometer is 9%. En dat is ook bijna het gemiddelde van de col, 8,4 om exact te zijn. Brusseguin, Pello. Brusseguin weg van onze vriend Calzati. Dit is echt, denk ik, voorbereidend werk voor Cunego. Ulrich wordt bij de geloste gemeld. Eerste seizoen bij Lamprey voor Marcio Brusseguin en hier in het peloton zit het spel op de wagen. Een tegenreactie van iemand uit de Fonac-ploeg. En Brusseguin krijgt het hier al verschrikkelijk last. Hij heeft nog een half minuutje. Ja, het is ook zeer steil hier. Hè. Dat eerste gedeelte, je ziet het, van de grote plateau is er al lang geen sprake meer. Chop. Wat zeg je? Johan Chop. Ah. De Zwitser die in de tegenactie gaat. Daar gaat hij. Nog eens een vertraging van die tegenaanval. En kijk ook Bettini daar wat opschuiven. Maar die dan toch... Ja. Het is te vroeg. Te vroeg. 25 seconden nog voor Brusseguin. Chop die daar omkijkt. Er hangt nog één renner tussen. Tussen Brusseguin en het peloton. Perez. En Chop dus op komst. En de rest van de kopgroep van 13 volledig verslonden.
Marcio Brusseguin 3 jaar voor Fassa Bortolo gereden. Vorig jaar moest hij vooral in dienst van Petacchi rijden in de eerste kilometers, maar reed een aardig klassement in de Giro. Slaagde erin om 9e te worden tenslotte, Brusseguin. 20 per uur rijden ze op de col. Dat is behoorlijk snel, maar het kost ook veel geld en veel hartslag. Calzati nu ook ingerekend door het peloton en hier weer een beeld van aan de streep. Passo Lanciano is een skioord. De streek ook met het religieuze aspect van de Majella. In de buurt zouden hier 14 heremieten zijn, 14 kluizenaars. Dat kan eigenlijk niet, hè. Een heremiet per definitie woont alleen, dus als er dan 14 zijn, dan is er iets fout, hè. Dus een heremiet die een buur heeft bijvoorbeeld, die moet verhuizen, anders wordt zijn beroepskaart afgepakt, dat begrijp je. Dus er klopt iets niet in onze informatie, vind ik. Kan onmogelijk 14 eremieten die samenwonen. Ja, en ze zijn allemaal aan de koers komen kijken vandaag. Denk ik. Ik weet het niet. Dat was een flauwe grapje. Nee, maar dat kan gewoon, hè. Als het toch zulke zwakke eremieten zijn, kunnen ze even goed in het volk bewegen. Chop komt dichter. Ja, dit is weer dat prachtige grafiekje. Ik vind het fantastisch, dat grafiekje. Het die roze... Rozing, dat, is dat om naar te schieten in het midden? Dat heb ik helemaal niet gewoon. Ah. Bartali. Bartali de geschiedenis, voor Pantani de herinnering en voor Di Luca de overwinning. De eerste twee zijn al binnen. Ja, zover is het nog niet wat het derde aspect betreft. En deze man staat op de uitkijk. Veel volk hier, ondanks het wat miserige weer. In de vallei zijn de temperaturen tot een graad of 22, maar hierboven is het bepaald frisjes. Dat je ziet het aan het gezicht van de enige Italiaan die we nog niet hadden gezien. De uitgedunde groep der favorieten, zeg maar. Klaar om te ontploffen. We zien Gonciar daar vrij ver achterin zitten. Gonciar, dat is het type klimmer dat het in die eerste steile kilometers bijzonder lastig kan krijgen. Hij houdt van een regelmatige klim, Sergei Gonciar. Brusseguin is eigenlijk van hetzelfde type als Gonciar. Daar de stand van zaken. 18 seconden op Chop moet dat dan zijn. En het groepje der favorieten op 25 seconden. Chop heeft ondertussen het gezelschap gekregen van een ploegmakker van Gilberto Simoni, Piepoli. Dus een duo in de achtervolging op deze Brusseguin. Dan op 16 seconden dus Chop, Piepoli en... De favoriete groep op 25 seconden. Alles bijeen op een handdoek. De mannen van Basso nu. Di Luca, Simoni, Savoldelli die daar even in een lichte aanraking kwam met een ploegmaat van Simoni. Verschroeiend tempo nu in de groep der favorieten. De man in het wiel van Di Luca. Di Luca gaat er beter. Sella. Ja? Rijdt beter dan gisteren, dat is nu al duidelijk, want we hebben een paar steile kilometers gehad. En er werd aan gedacht om... Gisteren bijvoorbeeld hadden ze Di Luca kunnen afmaken als ze waren doorgereden. Tenminste in de klim, maar er was nog een afdaling na die Gran Premio de la Montagna. En dan hebben de favorieten gezegd, ja nee, Di Luca eraf rijden ging terug. Toch terugkomen in de afdaling. Maar vandaag ligt het anders natuurlijk, want de aankomst is nu echt wel bergop. En als Di Luca een slechte dag heeft, dan gaat hij cash betalen. Maar hij heeft blijkbaar een veel betere dag dan gisteren. En dat is aangenaam, want dat is weer een favoriet meer die nog altijd kans maakt. Ze houden elkaar in evenwicht. We zagen een groepje gelosten uit het peloton. En ook opvallend daarbij was de aanwezigheid van Danielsen. Ik zag in een flitsen terug nummer 2. Die was gisteren heel goed. Ja. En we zagen daarnet ook al een groepje met Jan Ulrich en daarin zat Serge Bagayel. En de mannen van Cunego die zetten zich nu opzij. De knechten hebben zo langzaam maar zeker hun werk opgeknapt. Savoldelli zit daar helemaal geïsoleerd zonder ploegmakers en kijk het hier breken. Het spat helemaal uit elkaar. Gonciar wordt bij de geloste gemeld. De roze trui in moeilijkheden. Basso dan nog altijd in tweede positie. In het wiel. Di Luca. Derde positie. En Gonciar hier in vieze papieren. En u weet dat Gonciar een stoemper is, namelijk altijd de grote versnelling. Als hij nu al hier op dit kleine molentje moet draaien, u ziet de ketting, alles ligt naar links. Dat is geen goed teken hoor.
nu plots een renner van Sonier Duval daar op kop van het peloton. Het zou Pierre Pouli geweest kunnen zijn die bijgehaald is. En dat lijkt het ook te zijn. Jawel, Pierre Pouli. En ze zitten daar vlak bij die motor, maar veel maakt dat allemaal niet uit. Kijk, daar nog een renner of 10 in Villeneuve. Meer is het niet. Hier wordt ongelooflijk hard gekoerst op deze beklimming. En het is zaak om nu te weten wie daar allemaal exact bij zitten. Basso in elk geval. Maakt een goede indruk, Ivan Basso. Ja, het zijn al de favorieten op Concharneau. Plus wat uitstekende garnituur, zoals deze berggeit Piepoli. Is dat Cuesta? 12 man, een dozijn nog. En ook in dat dozijn zijn er renners die het moeilijk krijgen. Die Luca Kleinmolentje, frisdraaiend. Gisalberti zagen we daar, de man van Milram. En kijk. Serieuze ravage, hè? We zijn nog niet eens halfweg de klim. En dat zonder demarages, gewoon puur op basis van tempo. Juist. Die Luca duidelijk in betere doen dan gisteren. Mogen we nu al concluderen. Voor Basso is dat het best dat het tempo hoog ligt. Is daarom ook dat hij zijn ploegmaat laat rijden. Het is Sastre, de ploegmaat, die Basso op sleeptouw neemt. Dat is goed voor Basso. Natuurlijke eliminatie door een strak ritme. Enrique Gutierrez zit er ook bij. We zien ook Matt Santi net voor Savoldelli en Perez Quapio. Perez Quapio er zo hard bij, het Mexicaantje. De man die in de ploegentijdrit al onmiddellijk ten val kwam. En bijna de hele ploegentijdrit alleen heeft gereden. Gelukkig voor hem was het een korte. De samenstelling van deze groep dus. Op kop zien we Sastre sleuren in dienst van Basso. Dan zien we Di Luca, de kopman van Liquigas. Twee man erbij voor Sonier Duval. Dat zijn Simoni en Piepoli. Enrique Gutierrez is de man van Fonac. Daar ziet u het nu ook in beeld. Caruso is erbij voor Liberty Seguros. Cunego, de man van Lampre. Twee man van Panaria. Mazzanti en Perez Quapio. En Savoldelli. Hele mooie kopgroep. Wie zit er dan niet bij? Rugano. Dat is in elk geval een van de favorieten op de eindzegen die we hier missen. Gonchar, de roze trui, al even in moeilijkheden. Ook geen Rebellin te zien, geen Danielsen uit de top 10 van het klassement. Rubiera er ook niet bij, de ploegmakker van blauwe trui Savoldelli daar. Kijk naar de hartslag van Perez Quapio, bijna maximaal. Om 19 per uur te kunnen rijden, hè? 11 man. En heeft het moeilijk. Maar inderdaad, Rugano, dat is door dat verschroeiende tempo, zelfs op die steile strook. Zo'n Rugano die moet het hebben van wat tempowisselingen, dat het wat stilvalt. En dat heeft het niet meer gedaan sinds we met de Giro op 1 zijn gekomen vandaag. Verschroeiend tempo en dat doet die klimmertjes de das om. Goed werk van de ploeg van CSC. Bjarne Ries is geen uil. En de vijf favorieten die al favoriet waren voor de proloog, die zijn mee. Ja, hier kijken we naar de achtervolging van José Rugano. Venezolaan in moeilijkheden. Waar zit hij precies? Dat weten we niet op dit moment. Maar dat hopen we u zo meteen te vertellen. Daar ziet hij de kopgroep rijden. Gaat hij daar naartoe rijden? Jawel. Ja, hij doet het. Rugano gaat terugkeren. Nou, is goed. Komt in zijn ritme kennelijk. Het ging wat snel in het begin. Hij zat misschien wat te ver geplaatst. En ook natuurlijk, dat is niet bepaalde specialiteit van dat soort ploegjes, met alle respect gezegd. En hier zien we Savoldelli en de man die psychologisch, die man die psychologisch overwicht had na de rit van gisteren en die het zo goed deed, die zit nu af en toe met zijn benen naar buiten te draaien, die zit te knoeien en die ziet ze vertrekken en hij heeft geen haak om zijn karretje aan te haken. Nee. De winnaar van Zoldo Alto. Zoals zij zelf zei, de ene dag is de andere niet in een grote ronde. Hij kan relativeren, maar op dit moment is hij aan het afzien. De morele winnaar van gisteren moet eraf in de kopgroep. Van de hele eerste week was hij de morele winnaar eigenlijk. Hè? Kijk naar de proloog waar hij niet eens werd verwacht. 22 seconden, nog altijd het verschil. Achterstand voor Gonchar nog altijd. Het is de eerste keer dat we dat verschil merken. Dus Gonchar nog altijd
redelijk in koers. Kijk, de eerste van de vijf topfavorieten. De man die er eigenlijk het best voor staat in het algemeen klassement. En die er ook psychologisch dus moreel het best voor stond. Is de eerste van die vijf die moet lossen. En het is, lijkt mij, onherroepelijk. Ja, in deze situatie wordt Basso de volgende roze trui. Op 7 kilometer. 7 kilometer. Dat is ongeveer halfweg. Hè? Iets voor halfweg nog. Rugano probeert, maar hij is er nog niet bij. De pocketklimmer van Selle Italia. Die Luca moet daar een lengte laten. Ja. Dat is altijd het eerste slechte teken. En dat allemaal door het berenwerk van Sastre. Die Luca in de problemen. In crisis. Nog niet helemaal, maar het begin ervan. En die mens woont hier. Beleefdheid, het is niet van deze wereld. Hij gaat er moeten voor vechten als hij het goed wil doen op zijn berg. Iedereen is naar hier gekomen om hem aan te moedigen. En als het dan slecht gaat... Het kleinste molentje dat hij bij heeft, is hij al aan het draaien. ...22 seconden nog altijd op Gonchar, volgens de laatste melding. En die Luca luid toegejuicht. Maar Basso heeft daar een superknecht in de persoon van Sastre. Savoldelli met zijn eerste moeilijke moment in deze ronde van Italië. De titelverdediger, de tweevoudige Giro-winnaar. Il Falco, maar vandaag is er niks te dalen. En hij ziet ze wegrijden, letterlijk. Nu, het is natuurlijk nog niet gedaan en Savoldelli, van Savoldelli is bekend dat hij niet op elke berg elke dag de beste is. Peres Quapio hier. Het is nog 2 weken na vandaag. Maar goed, het is een slecht teken. Dat staat vast. Ja, dan moet je bijna gaan zeggen wie is de volgende die uit de kopgroep moet lossen. Ja, het is meer naar de achterkant van de kopgroep kijken dan naar de voorkant. Want aan de voorkant verandert er niks. En aan de achterkant krijgen ze het moeilijker en moeilijker natuurlijk. Savoldelli schakelt bij. Blijft goed geconcentreerd. Het is niet dat hij compleet in elkaar dondert. Het is gewoon dat hij zijn eigen ritme moet volgen. Dat is ook het enige wat erop zit. 6 kilometer nog. 6 kilometer tot het einde van deze etappe. 6 verschrikkelijk lange kilometers. En Gonchar wordt nu al op 40 seconden gemeld. Die Luca laat de moed ook niet zakken tot in zijn schoenen. En hij komt zelfs wat dichterbij. Is er nooit ver af geweest natuurlijk. Hè? En ik heb de indruk dat het tempo bij Sastre een klein beetje begint te stokken. Maar u ziet daar de hellingsgraad van het volgende stukje. Maar het geeft de burger moed. Die Luca kijkt omhoog. Dat is niet nodig, want hij kent deze berg millimeter per millimeter. Het is een trainingsberg en dat is het verschil met Savoldelli, die u daarnet rechts nog in beeld had. En daar zitten ze al op dat steile stuk met Sastre en Basso en Simoni. Daar verandert niks aan de volgorde. Uitslag uit en hier Conigo. Uitslag uit de tweede rit in de ronde van Picardie. Etappe gewonnen door Sébastien Hinault en de eindwinnaar van de ronde van Picardie is Jimmy Casper geworden, de man van Cofidis. Dus een succes voor dagwinst voor Crédit Agricole in Picardie, Sébastien Hinault. Wie wint hier? Sastre rijdt de groep uiteen. Niet de eerste beste natuurlijk. Tweede geworden in de Vuelta vorig jaar, na Menchoff. Wat draait om Basso? Bij die ploeg. Goed gecontroleerd de ademhaling, je ziet dat. Hoge hartslag al, maar... Nee. Dat ziet er goed uit. Bij Ivan Basso. En hoe zit het met die Luca? Weer dat halve metertje. Daar hangt de boog van de 5 kilometer. En na die 5 kilometer komt er een echte rotstrook. Ja, een rotstreek ken ik maar, een rotstrook. Hè? Het is juist een mooie strook, hè? Ja, wij zijn er dol op als wielerliefhebbers op zulke stroken. Omzien. Omzien, ja. Het is een hele lange strook rechtdoor. Ja, er zijn eigenlijk geen... van die zachte bochtjes wel natuurlijk, maar er zijn geen haarspelbochten in. Dan duurt het heel lang en het is ook echt stijl. Conigo blaast, meer dan Basso.
Enfin, iedereen heeft zijn stijl natuurlijk ook. En die Luca heeft nog altijd dat de neiging om... Ah, en daar is de terugkeer van... Van Rugano, jawel. Rescuapio hangt op 10 seconden van dit groepje. En Savoldelli wordt al op 42 seconden gesignaleerd. Oh, 42 seconden. Zoals je begon, dacht ik dat je 2 minuten ging zeggen. Dat ging ik niet geloven. Maar in elk geval 42 seconden is echt al veel. Hij wordt nu ingelopen door het groepje Gonchar Savoldelli. En hoe zit het hier? Hier zit niks. Sneeuw, logisch ook. Er komt ook mist op zetten in de bergen. Of ja, is dat gewoon een wolk die te laag gekomen is? Kan allemaal. En Sastre doet berenwerk in dienst van Ivan Basso. Ja, het is enorm hier aan de streep op dit moment. De mist die komt opzetten, hopelijk brengt dat de uitzending niet in het gedrang. En daar zien we de man van Fonac, Enrique Gutierrez. Vierde gisteren, hè? Ja, ja, ja. Bijzonder. Oh, die look had is gedaan. Ja, dat is niet meer één lengte. En nu is het echt... ja, hij heeft heel lang op karakter zo lang mogelijk erbij blijven. Als het een beetje stokt daarvoor aan, maar dat is niet echt het plan van Sastre en Basso, dan kan hij misschien nog... beetje terugkomen, maar het lijkt erop dat het veertje gebroken is. En dit is de groep met Savoldelli. Ja, met Danielsen ook, met Noé, de oude krijger, met Sella hier. En waar zit dan de roze trui? Moest die daar niet bij zijn? Ja, Gonchar. Volgens de informatie die we hebben gekregen. Die hangt daar, het is een T-Mobile renner daar in het wiel van Savoldelli. En Sella, die het tempo bepaalt in dit groepje. Emanuele Sella, Lele. En dit is die Luca, achter die motor daar. Iets minder stijl en proberen bij te peddelen, maar het is tegen beter weten in en toch moeten. Oh, en Rugano in de aanval. Rugano gaat er vandoor op zijn Venezolaanse kousenvoeten. En die zijn snel. Dan moet hij toch inderdaad in dat peloton ver achteraan hebben gezeten. Toen het tempo werd bepaald door de mannen van Liquigas en Sonier Duval. En dan in die stijle eerste kilometers wat op zijn effen moeten komen en wat moeten inhalen. Wat moeten goedmaken met andere woorden. Simoni versus Basso in de uitvergroting. Maar de koploper op dit moment is José Rugano, de Venezolaanse klimmer van Selle Italia. Na deze Giro wordt hij eigendom van Quickstep. Hij zal er eens een tandje bij gooien, zegt hij. Kijk eens. Ho, ho, ho. Stoempen, maar het levert voorlopig niet veel op. Ja, maar dat is zo met van die springklimmertjes. Die pakken een kleine voorsprong. Dan komen ze weer wat terug, de anderen weer eens schakelen. Maar om nu te zeggen dat hij weg is, nee. En het tempo bij Sastre begint een beetje te stokken, want het is niet allemaal netjes op een lint. De situatie is onder controle natuurlijk. En hoe zit het met Di Luca? José Rugano, de bergkoning uit de vorige ronde van Italië. De winnaar ook van die legendarische etappe over de Finestre. Met aankomst in Sestriere. Hij heeft een meter of 20 op de groep Basso. En Savoldelli op dit moment de grote verliezer van de dag. Di Luca dus ook tijd aan het verspelen. Nog altijd 8 man en nu? Daar Di Luca. Ja, Di Luca. Nou, ondanseuze. Kent de klim natuurlijk als een broekzak. Hè? Hij zei vooraf voor deze etappe, ik ken hier elke meter asfalt. Ja, daar hebben ze wel nieuw asfalt over gegooid, dus dat is in zijn nadeel natuurlijk. Maar ik denk toch dat dat... Het heeft inderdaad een onmiskenbaar voordeel, dus hij weet waar hij eventueel nog iets kan proberen. Maar om eerlijk te zijn, op dit moment zijn het de benen die de hersenen bedienen en niet omgekeerd. Rugano met de minieme voorsprong. Di Luca, die hier vaak komt trainen op deze berg samen met zijn ploegmaat Specialetti. Het is een trainingsberg, de Passo Lanciano. Al een keer of 1000 opgereden, zegt hij. Over deze berg. Dan moet het hard zijn, ook in het kopje, om nu daar de groep der favorieten te zien wegrijden. Ja, want het is zoals volk bij je thuis ontvangen wat hij doet. En de mensen gaan naar boven en jij blijft beneden. Klopt niet, hè? Rugano weer gegrepen en er komt een aanval van Cunego. Cunego, ja, ja. Die daar bijna tegen die motor knalt. Cunego gaat er vandoor. In Piccolo Principe, de kleine prins, gaat aanvallen in de slotfase van deze etappe. Eerste aankomst bergop en nu moet Basso reageren. Doen, ja. Maar Basso moet dat op zijn tempo doen en dat doet hij ook. Sastre volgt. Ja, ja. Sastre die heeft zijn werk opgeknapt en Basso doet dat inderdaad meter per meter. En hij zit terug in het wiel van Cunego. Simoni, kijken. Wat doet Simoni? Mooie demarrage van
de kleine prins. Ja. Met z'n tweeën nu. En nu eens omkijken. Ja, hier zit Simoni. Die heeft nog Piepoli voor zich die nu het werk moet doen. De bedoeling is ook om meter per meter dichter te komen. Simoni, die nogthans ook zo van die sprongetjes kan maken als het moet, kan dat vandaag blijkbaar niet. En Basso zal eens even laten zien hoe goed hij zit als het tempo gelijkmatig loopt. Het verschil in de stand tussen Basso en Cunego is 1 minuut en 10 seconden. Dus Basso op dit moment in de... En Cunego moet passen even, denk ik. Hij moet elke keer aan danseuse gaan. Hij moet bijpikkelen. Hij zit met een kleinere versnelling dan Basso en het is weg bijpikkelen. Kijk, Basso gelijkmatig. Weg. Vrij grote versnelling en Piccoli, dus wat zeg ik, Piccoli versnelling dacht ik te zeggen. Maar Cunego moet elke keer op die trappers gaan om een verzet rond te krijgen dat even groot is dat van Basso. En Basso kan dat zittend en volledig onder controle. Zonder omkijken en dit en is mist. De mist aan de streep. Hopelijk was dat niet het laatste beeld en moeten we wachten. Ja, gelukkig, hier zijn we weer. Ja, Basso doet het echt zonder demareren, gewoon even gereageerd op Cunego, maar langzaam gereageerd, niet meegesprongen. En je ziet onmiddellijk dat verschil. Het verschil tussen Basso en Cunego is nu al groter dan het daarnet in omgekeerde zin geweest is. Cunego is nooit verder dan 20, 25 meter verder geraakt en Basso is nu weg. De en winnaar, ik denk definitief. De winnaar van het internationaal wegcriterium dit jaar, Ivan Basso. Tiende geworden in Luik-Pastenaken-Luik. Het is al een bijzonder sterk voorseizoen geweest voor Ivan. En kijk naar zijn voorsprong. Een minuut en 15 seconden op Gonča. Rechts de mist aan de streep. Basso op weg naar een dubbelslag misschien. Ritzeige plus roze trui. Savoldelli wordt op 1 minuut gemeld van Ivan de Verschrikkelijke. En kijk eens wat een mooi ritme Basso heeft. En dat is hier toch heel de tijd in de buurt van 10%. Laat u zich niet verrassen. Dat u denkt, wat ziet er simpel uit, maar het is echt steiler dan wat we in de Tour voorgelegd krijgen. Maar ja, dat is een cliché natuurlijk, want dat is algemeen zo. In Italië leggen ze het asfalt recht omhoog. Stom sta je ervan te kijken dat het niet de berg afglijdt. Terwijl in Frankrijk ze lekkere slangenweggetjes zoeken. En hoe zit het met de rest? Ja, daar zien we de man van Liberty Seguros, Caruso, in de tegenactie gaan. Hier zit Simoni met zijn ploegmakker. En hier Didoka. Ja, hij kijkt naar zijn asfalt. En hier aan de streep wordt de mist al maar dichter. Hij heeft zelfs geen gezelschap meer, die Luca. Ver voor zich uit, niemand te zien. Compleet uiteengespat, die kopgroep van daarnet. Basso heeft Cunego zich een beetje overschat. Ja, daar mag je zeker van zijn. En gisteren ook, hè. Dus dat betekent dat Cunego denkt dat hij beter is dan hij in werkelijkheid is, hè. Zelfoverschatting. Ja, ja. Natuurlijk, hij moet iets proberen. Het kan zijn dat hij tegen beter weten 1 is, maar goed. Het is toch niet, kijk, hij geeft niet af natuurlijk, maar hij moet de hele tijd, hij krijgt er geen ritme in. Het is natuurlijk een andere stijl van klimmen, dat weet ik ook wel, maar die drie eentjes die op zijn rugnummer staan, vandaag zal hij niet nummer 1 zijn, denk ik, want Basso schuift langzaam en netjes in zijn eigen ritme weg. Moet hij ook even op de pedalen toch? Meter per meter loopt hij uit Basso. Basso en Cunego die elkaar eigenlijk niet echt sympathiek vinden. Ze hebben al een verbaal oorlogje gevoerd hier in de pers. Er is amper contact tussen beide toppers. Cunego, die als het ware Basso altijd mijt als wanneer ze elkaar kruisen, dan ja, blijven ze hooguit 10 seconden bij elkaar plakken en dan zijn ze weg. Was ook zo in de koers, zo meteen, zo daarnet. Zagen Simoni even door de storing heen. Waar zit Simoni op dit moment? In de achtervolging in elk geval op deze Basso, die goed op weg lijkt naar de stunt. De dubbelslag. Hier is Simoni in het gezelschap van Mazzanti en Piepoli. Piepoli die bij zijn kopman blijft. Ja, want Basso staat maar op 11 seconden van de roze trui, die nu al 1 minuut 15 seconden achterstand heeft. En hij staat maar op 5 seconden van Savoldelli, die nu al 1 minuut achterstand heeft. En hij krijgt hier straks ook nog 20 seconden bonificatie als hij dit mooie ritme volhoudt tot boven. En dat ziet er naar uit. En er, voor de rest verdwijnt er ook veel uit de kop van de rangschikking. Rogers, Rebellin, Rubiera. Danielson, die moet natuurlijk bij Savoldelli blijven. Gutierrez zit nog goed, die gaat een mooie sprong kunnen maken. Dan staat daar die Luca. Savoldelli wordt op 1 minuut en 25 seconden gemeld. Dit is de groep Savoldelli, waar Danielson het tempo bepaalt. Gonča nu op 1.45 van Basso. En Cunego op een meter of 100 van Basso. 10 seconden het verschil. Ah, hij geeft toch niet af, het is toch mooi. Helikopter overbrugt het verschil op die slingerende weg zonder haarspelbochten. Er komen er zo meteen nog een paar in de voorlaatste 2 kilometer. Ja.
Nog een bocht naar links, eindje naar rechts en dan is het aankomst. Basso grijpt de macht. En het wordt steeds minder stijl, dat is eigenlijk ook in zijn voordeel. Dat is zo iemand die geleidelijk aan flink kan bijschakelen en in hetzelfde ritme blijven en meer snelheid maken. Het is minder goed voor springertjes als deze man. Hij heeft zijn ploeg doen werken beneden aan de kust. Simoni. En het is Basso die de vruchten gaat plukken. Maar ja, Simoni was verplicht natuurlijk. Hè. Moet proberen om andere favorieten achteruit te duwen. En dat doet hij natuurlijk ook wel. Hè. Simoni die in de stand 20ste stond voor de etappe op 1.56 van Gonchar. Bij uitbreiding naar Savoldelli is het verschil tussen Simoni en Savoldelli Basso uiteraard 1.45. Ja, maar je ziet, er werd gezegd, Simoni heeft al veel te veel tijd verloren op Savoldelli, werd er altijd gezegd, al bijna 2 minuten. En kijk, hij gaat het hier in één klap goed maken, op Savoldelli tenminste, denk ik, als het zo voortgaat. Maar natuurlijk heeft hij Basso moeten laten rijden. En ook Damiano Cunego, en dat is toch zijn oud-ploegmaat, met wie het ook niet zo uitstekend ging. Dat is de reden waarom Cunego is verhuisd. Van ploeg bedoel ik, hè. En Basso weekt niet hetzelfde enthousiasme los als Pantani natuurlijk. Minder spectaculair, maar daarom niet minder efficiënt. En Moya iets te dik bladerdek dat door de helikopter wordt door elkaar geschud. En dat is de reden van deze storingen. Het was te verwachten. Toen we daarnet met de auto naar boven reden, dachten we het al. We gaan storingen krijgen door de bomen. Er is niks aan te doen. De grijns op het gezicht van Ivan Basso. En hij, ja, hij wil dat die supporter van zijn rug blijft. Begrijpelijk. Uit zijn zakken, hè. Er zitten 3 zakjes op die rug. Ja, dat is vriendelijk. Simoni en Piepoli. En Basso bouwt de kloof uit. Daar hangt de rode vod van de slotkilometer. Nog 1000 meter klimmen. Het is klimmen tot op de streep. Er zit geen meter vlak in. Nee, dat is waar. Maar het wordt minder en minder stijl. En dat is aangenamer dan omgekeerd. Want nu mag hij zich echt wel compleet geven. Heeft ook niet 1 keer omgekeken, hè? Nee. Hij zal gevoeld hebben dat Cunego de rol moest lossen. Ik kan zeggen, dat is een vorm van respect. Hier, de eerste vaste camera die opgesteld staat op 500 meter van de streep. Zo meteen moet Basso daar in beeld verschijnen. Laatste 500 meter aan 5%. Cunego wordt op 23 seconden gemeld van Ivan Basso. En dan zien we een duo op 30 seconden. Caruso en Gutierrez, Enrique Gutierrez op een halve minuut. Mazzanti wordt op 48 seconden gemeld samen met Piepoli en Simoni. Rugano wordt op 1:10 gemeld. Di Luca op 1:20 op dit moment. Perez Quapio op 1:23. Savoldelli op 1:35. Wel, wel, wel. En maar roepen vanuit de wagen van CSC naar Ivan Basso. Aanmoedigen. Elke seconde telt. 4 uur gekoerst. Eerste aankomst bergop. Basso zet de puntjes op de i. Nog 600 meter. Dat zijn de vlakste van de hele beklimming dus. Dat valt wel mee. En de pijn die hij voelt wordt omgezet in euforie. En hier zien we Gutierrez en Cunego. Ja. En daarachter Caruso, dus Enrique Gutierrez bij Cunego gekomen. Die Caruso, waar komt die vandaan, zeg? Ja, die zat al de hele tijd in de koproep. Hij komt van Sicilië, Mark. Ah, het was dat ik wilde weten. Prachtige etappe. Vertrokken als een wervelwind met het peloton. 50 km per uur in het eerste koersuur. Hier Gianpaolo Caruso, die nog eens alles uit zijn lijf perst. En zo meteen worden de eerste verschillen berekend en de rituitslag zal het klassement weer helemaal overhoop gooien. De rituitslag, wou je zeggen. We zijn er bijna en Cunego kan natuurlijk nog Abuoni pakken. Hè? Hoe is dat weer in Nederland? Bonificatieseconde. Ah, ja. 20 seconden pakt Basso met zijn ritzegen. 12 seconden voor de tweede, 8 seconden voor de derde, ook bij bergetappes. Nog 300 meter voor Ivan Basso. Het zijn van die lange meters toch, hoor. En hier Caruso. Zingen is het niet echt wat hij doet. Dat is die andere. Hier Di Luca.
toch nog op een ereplaats voor eigen volk. Ja, hij heeft het eigenlijk, als hij slechte benen had, heeft hij het nog goed gedaan, maar hij verliest wel alle dagen. Dus in het verleden wel vaker geweest in de Giro met Di Luca, maar dit jaar wilde hij absoluut proberen hem te winnen. Het is natuurlijk nog niet gedaan, maar deze man gooit iedereen terug en Savoldelli is echt wel de verliezer van de dag. Ivan Basso wint de etappe op Passo Lanciano. Het is zijn vierde zege van het seizoen na het internationaal wegcriterium. Hij won daar ook de tijdrit, won ook een tijdrit in de Sarthe. Hier zijn eerste Giro-rit van het jaar op de Passo Lanciano. Kijken nu wie tweede gaat worden. Sprint ingezet door Enrique Gutierrez met Cunego daar in het wiel. Dat moet de kleine prins in principe nog kunnen corrigeren. Maar Enrique Gutierrez is sterk. Oei, oei. Kijk hem wegrijden. Cunego nog altijd in derde positie. Die Enrique Gutierrez is de revelatie zo'n beetje van deze eerste Giro-week. Maar daar komt dan ook nog de snelle Cunego in extremis erover. 12 bonificatieseconden op 30 seconden nu binnen. Gutierrez derde op 31 seconden. Hoofdschuddend over de streep. Damiano Cunego. Weer ontgoocheld net als gisteren. Niet echt verschrikkelijk slecht gedaan, maar niet wat hij ervan verwacht had, dat is duidelijk. Caruso wordt vierde op 45 seconden. Gianpaolo Caruso. En dan wachten op de nummer 5. Is dat Mazzanti? Jawel, dat is Mazzanti. De man uit Bologna. Dit seizoen een etappe gewonnen in de Trentino. Het worden serieuze verschillen. Een minuut verstreken al ondertussen sinds de aankomst van Ivan Basso. Mazzanti nu binnen als vijfde op 1-10. En dan Simoni met Piepoli. Toch ook al een serieuze rekening. Piepoli op 1-17. Dan Simoni binnengekomen als zevende. Rugano nu naar de streep met de Perez-Quapio. Dus Simoni binnengekomen op 1.15. Di Luca nog als achtste nu op 1.32 officieus. Oh, oh, wat een ovatie. Ja, ja. Maar hij is er niet tevreden mee. Wel met die ovatie, maar niet met zijn prestatie. Rugano gaat binnenkomen op 1 minuut en 49, 50. Kruisteken van de Venezolaan. Dan dus Perez-Quapio. Basso krijgt in het algemene klassement onder voorbehoud in elk geval al anderhalve minuut voorsprong op Gutierrez. Kijken naar Lefevre, de man van Crédit Agricole, die aankomt. Nee, het is Patrice Algan natuurlijk. En hier de roze trui. Gonchar. Hier Savoldelli nu. De roze trui iets verder op 2.20. Serieuze rekening. De man die gisteren baas leek in deze Giro. Vandaag volledig teruggeslagen. In binnen één op 2.20. Hier komt Gonchar. De roze trui. Binnen op 2.35. Dus Rugano nog net in de top 10 als negende. Perez-Quapio tiende geworden. Vladimir Belli nu binnengekomen op bijna 3 minuten. En Basso pakt ook de groene trui in het bergklassement. Hij verzamelt truitjes vandaag. Het enige wat hij niet zal krijgen is de blauwe trui. Die blijft bij Savoldelli. Ja. Het officieuze algemene klassement wordt Basso met 1 minuut en 34 voorsprong op Enrique Gutierrez. Damiano Cunego wordt dan derde op 1.48. Savoldelli vierde op 2.35. Gonchar vijfde op 2.43. Di Luca zesde op 2.48. Simoni zevende in de nieuwe stand op 3.20. Caruso achtste op 3.23. Danielson negende op 3.31. Nou, één bergje. Wat een koe. Hebben we al een Belg gezien? Nee. Want wij gisteren met onze pretentie. Waar staan we vandaag? Daar is Cazar en de Spaanse kampioen Garate gaat ook redelijk veel tijd verliezen voor zijn doen. Vorig jaar vijfde in de Giro. Mikt op top 5 dit jaar. Deze etappe geen goede zaak voor Garate, de kopman van Quickstep Energetic. Helikopter zoekt een groepje met daarin stafscheilings. Garate nu binnen op iets meer dan 4 minuten. Ook in die groep gezien Cazar dus. We zagen ook Beltran. Sastre zat daar ook in, de locomotief van Basso. En nu binnen op 4.22. Ciao Rau. Inigo Choro zouden de Fransen zeggen.
Dus nog eens de top 10 overlopen. Basso met een halve minuut voorsprong op Cunego gewonnen. Dat betekent dat hij 42 seconden uitloopt op Cunego. Dankzij die bonificatieseconden. Ik kreeg slecht 38 seconden natuurlijk, want hij pakt er 20. En Cunego pakt 12. 8 meer dus. Gutierrez Catalunya die verliest vandaag 42 seconden op Basso. Caruso drie kwart minuut. Mazzanti 1.09. Het is duidelijk dat de rollen omgedraaid zijn bij Panaria. Mazzanti wordt de man voor het klassement in plaats van Sella. Ja, ze zijn anders vertrokken in deze Giro. Piepoli, ja, die rijdt beter dan Simoni. Kunnen we concluderen, want hij moest bij zijn kopman blijven. Had er misschien nog van kunnen wegrijden. 1.15 samen met Simoni. Prijsgegeven die Luca. Anderhalve minuut verloren vandaag. 1.32 plus die 20 seconden bonificatie. In deze etappe Eemberg. En hij verliest tegenover Basso. 1 minuut en 52 seconden. 6 minuten verstreken. Stef Clement koopt nu binnen. Wim van Uffel is binnengekomen op 4 minuten en 56 seconden. 4 minuten en 56 seconden. Van Uffel, eerste Belg op de 38ste plaats. Dat betekent dat hij al op meer dan 10 minuten staat. Ondertussen